De B-finale is verbonden in de 7-8-jarige categorie. Met Van der Velde, Rikkers, de Groot en Van der Hater. Met z'n vieren gaan ze strijden om een eerste plaats in deze B-finale. Vooraan is het een wel spannende strijd aan het ontstaan. Met Noah Van der Velde en Short Rikkers met z'n tweeën. Het is daar tijdens Stijn de Groot, moet ik zeggen. Stijn de Groot die aan de leiding gaat in deze B-finale. Ten koste van Noah Van der Velde. Ten koste van Stijn de Groot die er op de derde plek zit. En wie zit er op de verkeerde in de laatste plek? Dat is Tijmen van de Hater van Luland. Hij zit nog op de laatste positie in deze B-finale. Zal het zo blijven tot aan de lijn? Vooraan is het nog steeds één man van kop tot finish. Toch wel erg sterk gereden hoor. Stijn de Groot van de Wiegels uit de Wiegen. Daar op de leiding op de tweede plek hier langs zijn rijden. Noah van de Velde, Leon Dorf, Overzwaard. Zo gaan ze over de finish. Of kan Noah dan toch nog aanvallen?